De behoefte aan pakketten voor gepensioneerden uit overheidsdienst is zeer groot. Dit was te merken aan de drukte die vandaag heerste op het kantoor van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, aan de Burenstraat. De BBGO heeft aan de minister van Sociale Zaken, Christine Polak, gevraagd een mogelijkheid te zoeken gepensioneerden uit overheidsdienst in aanmerking te doen komen voor een pakket. Het ministerie heeft positief gereageerd en de pakketten die een waarde hebben van 300 SRD mogen voor 50 SRD worden opgekocht. De bond koppelt de pakkettenactie aan 4 periodes in het jaar, te weten Moederdag, Vaderdag, Grote Vakantie en Kerst. In verband dus met Vaderdag morgen konden de BBGO-leden tot vandaag hun pakketten kopen. De gepensioneerden die reeds heel vroeg bij het kantoor waren om hun pakketten af te halen, hebben tot hun grote ergernis heel lang moeten wachten. Voor dit pakket heb ik me 2 weken geleden geregistreerd. En ik hoopte dat ik vrij vlot geholpen zou kunnen worden, omdat bij de registratie je een nummer krijgt. Ik ging ervan uit dat het nummer was waarop je geholpen zou worden. Maar het blijkt nu dat het nummer is van het pakket dat je gaat krijgen. En dat je vanmorgen vroeg weer moest komen hier voor een nummer om naar binnen te gaan. Dus, en dat zorgt natuurlijk voor enige irritatie bij vele mensen. Maar ja, men moet er naar uitkijken dat men probeert die irritatie de volgende keer weg te werken. Leeflang Lucies, lid van de BBGO. Shirley Ongakwi, secretaris van de bond, zegt dat de pakketten alleen bestemd zijn voor de leden van de bond die zich geregistreerd hebben. Zij benadrukt dat alle geregistreerden in aanmerking zullen komen voor het pakket. We hebben geregistreerd in mei. Even de dagen ben ik even kwijt. Geregistreerd in mei, 2 weken mochten de mensen registreren. Ze kregen dan van ons een kaartje op de dag waarop ze moesten komen om het te ontvangen. Dus iedereen, we hadden ook verschillende kleuren kaarten om te voorkomen dat de mensen op dagen kwamen waarop ze dus eigenlijk niet hier mochten zijn. Dus de mensen die vandaag hier zijn, die komen allemaal met een roze kaart. En dat betekent dat ze dan, laten we zeggen, gerechtigd zijn om vandaag hier te zijn om een pakket af te halen. Het verloopt vrij vlot. De wagen was, vond ik zelf, was vandaag een beetje laat. Maar we beginnen eigenlijk met het verstrekken om 10 uur. De mensen komen gewoon hier vroeg zitten. Want natuurlijk, iedereen is bang dat ze, ik weet niet, misschien zijn ze bang dat ze dan geen pakket vinden. Maar dat kan gewoon niet. Want we hebben ze niet geregistreerd. En als we 576 mensen geregistreerd hebben, betekent dat we 576 pakketten aangevraagd hebben bij het ministerie van Sociale Zaken. En dat is wat we aangeleverd krijgen. Wij zeggen, de mensen kunnen komen tussen 10 en 12, tot 1 uur wachten we op ze. En dan staat een pakket hier gewoon op ze te wachten. Toch? Dus ze hoeven niet om 6 uur morgens hier te komen. Zo, kijk, ze kunnen ook om, ik zal maar zeggen, 10 voor 12 hier komen. En hun pakket is er gewoon. Volgens Ongakwi bestaat de bond uit ongeveer 3500 leden. Ook heeft de BBGO elke dag activiteiten voor de senioren burgers, zodat ze op een creatieve manier op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Suriname. De pakkettenactie duurde van donderdag 14 tot en met vandaag, zaterdag 16 juni.